Hallo allemaal. En hoe gaat ie weer vandaag? Ja, goed hoor. Mooi zo. Daar ben ik blij mee. Ja. We hebben het weer fijn samen. Mm. Enkel, ja, Mario, ja, die is er niet. Nee, die komt ook niet. Die heeft andere dingen te doen. Het kan dan bij me op schoot, hè, kereltje? Ja. Mwah. Maar oké, lieve vrienden, ook is Mario vanavond onverwachts even geweest. Want ze zou eigenlijk niet komen, maar ze had wat voor de meisjes gekocht. Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Coriena en de Beestenboel. Het is vandaag zondag 10 maart, de 13e, en we leven om 13:30 uur. Dus ja, ik ga snel met de hondjes even weer uit, maar het is roetje koud. Ja, het is 8 graden, zegt hij. Maar wat zijn de gevoelstemperaturen? Dat is 3. Dus ja, wat weer warm aankleden en dat komt allemaal wel weer goed. En ik zou rond een uur of 2:30 bezoek krijgen. En, ja, ik geloof ook dat hoe heet het, Mario komt, maar dat weet ik niet eens. Nee. Dus ja, helemaal. We zullen het beleven. Ja, toch? Maar oké, het komt allemaal wel goed, want het is Joyce die weer komt, dat vrouwtje die Mario de vorige keer meenam. Die zou op visite komen. Nou, ik vind het helemaal geweldig natuurlijk. Ik vind het gewoon leuk dat ze wil komen, want dat geeft toch een teken dat ze hier op de gemak zit. Ja toch? Kijk, als jij niet op je gemak zit, kom je niet weer. Nee, en mag je de personen in het huis niet? Kom je ook niet meer. Dus ja, ze vindt hem kennelijk leuk, lief en aardig en ze voelt zich erg op de gemak, dus helemaal toppie. Ja, en daar ben ik toch wel weer blij mee. Ik zal die zo verstaan, ik moet de computer ook nog aandoen, maar dat doe ik wel als ik terug ben met de meisjes lopen. Bij de poort is het trouwens 12 graden, zie ik, tot mijn verbazing. En de narcissen, oftewel de trompet, die kunnen ook weg. Ja, er moeten ook weer nieuwe blommetjes voorkomen. Nou, dat komt helemaal goed. Ja, maar in ieder geval. Wij gaan er dan door. Moet ik het kalf nog even eten geven en de hal in doen. En dan kunnen wij er vandoor. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie dag. Doe het met een lach. Want het is wel zo, je moet zelf vandaag weer het zonnetje zijn in huis. Want het is hier grijs en grauw en... Nou, wat ik al zei, bitter koud. Ja, dus wees zelf maar de zon. Dus blijven lachen. Ja, komt het helemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden. Ja. Hoe leggen ze daar? Hè? Hoe leggen ze daar? Is het niet weer een mooi plaatje? Ja, dat dacht ik wel. Nou, ook al hebben we onze tweede bak koffie al op. En ik had jullie verteld dat ik bezoek zou krijgen. En daar is ze, onze Hallo. Joyce. Hallo allemaal. En hoe gaat ie weer vandaag? Ja, goed hoor. Mooi zo. Daar ben ik blij mee. Ja. En we hebben het weer fijn samen. Mm. Enkel, ja, Mario, ja, die is er niet. Nee, die komt ook niet. Die heeft andere dingen te doen. Het is wel super gezellig dat ik hier weer ben. Mooi, daar ben ik blij om. Ja, en zeker. Ik merk ook aan alles dat je op je gemak zit, et cetera. Dus ja, dat vind ik gewoon fijn. Ja, zeker. En het was super lekker, die koffie. Elke keer weer. Ja, nou ja, dit is kikkerloos, dus ja. Ik moet geen kikkertjes in mijn huis hebben. Ja, er is nog 1 kikkertje, maar die koffie is niet voor mij. Die lust ik ook niet, die koffie. Het is karamelkoffie van Buisman. Oh, die? Ja, maak ik ook nog reclame, maar ik word niet gesponsord. Nee. Wat jammer. Maar, ho, wie weet... Gaan wij een samenwerking doen? Ja. Ja, dat moeten we nog even allemaal bespreken. Maar dan maken we weer even een andere datum voor. Het is nou gewoon alleen nog even lekker gezellig. Precies. Ja. Een samenwerking, ja. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed en ik kan niet wachten om mee te beginnen. Nou, helemaal fijn, schat. Precies. Een knuffel erop. Ja. Ja. Dus ja, oh, dat was een jasfeest. Jas, maakt niet uit. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles. En geniet gewoon ook een beetje met ons mee. Tot later. Laters. Zo, lieve vrienden, ja, dan zijn we weer even bij elkaar. Hè? Het kan wel bij me op schoot, hè, kereltje? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ook is Mario vanavond onverwachts even geweest. Want ze zou eigenlijk niet komen, maar ze had wat voor de meisjes gekocht. Ja, nou hartstikke lief. Ja, dat vond ik zo lief. Moet jij niet vallen? Moet jij niet vallen, kereltje? Hé, ga eens goed zitten, zo. Dus ja, dat vond ik hartstikke lief. Ze is even geweest. Ik geloof dat ze 1 of 2 bakjes koffie heeft gedronken. Toen is ze weer weggegaan ook. En, want ze was moe. Maar ja, ik ben nou ook moe, want al met al moest ik ben ik later begonnen. Want ik was ook laat, want Joyce die ging na 6 pas weg. En ja, het slaat me ook op mijn stunt dat ik moe ben. En die ging pas na 6 weg. Nou, dan moet je je hondjes nog uitlaten, dan moet je nog eten. En ja, ik wou wel weer warm eten hebben, weet je. En ik had al een paar dagen van dikke brood gegeten. Ik denk, ik wil ook weer eens wat warms hebben. Dus ja, dan moet je eten klaarmaken, et cetera. Nou, en daar was ik, zou ik net mee beginnen toen Mario kwam. Ja, ik was net met de meisjes weer thuis en toen zou ik daarmee beginnen. Nou, dat heb ik even goed klaargemaakt. Maar ja, dan moet je ook koffie erbij enzovoorts. Nou ja. Alles was wel gezellig verder. Hé? Ja, nou. Ja, en jij hebt ook bij een vreemde op schoot gezeten, hè? Want zo goed kennen we er nog niet. Maar je ging wel uit jezelf op schoot. Ja. Hé, je ging wel uit jezelf op schoot, een kereltje. Ja. Hé. Joe, lieve. Oké, maar oké, lieve vrienden, ik zal jullie wel trusten wensen en een hele goede nacht. En jullie weten het, God die houdt over ons de wacht en daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan, doei doei!